That's how I'm gonna call you from. Report. That's how I'm gonna call you from now on, Gaylord Robinson. Don't you worry, Gaylord Robinson is just a name. Dylan, ik kan je gewoon joinen zonder dat je dat naar hem toe stuurt. Wij kunnen gewoon joinen. If you fucked up the recording again, I swear to God. Oké, De vorige Hornet was gewoon unwatchable, omdat jij die ding had gestuurd. That's why I'm recording again. Everything's still fine, everything is still fine. I think at least. Jelly? Niks, ik wou gewoon horen hoe zijn hartje stond. Boom, pudum, dum, 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 boom. Pretty hard. I hear your heartbeat. Zo. Hij lag zo ook iets zachter gezet. Oh god, dat is... Dat is hard, dat weet ik niet, hoor. Dat is wat dan? Wat? We only got like 6 minutes started. And it starts. What do you mean? I hear your heartbeat. Babe, open all the chests. 1 second, I have things to do before it's gonna be night. Why do I have a headache? La 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 la. Me, big brain. No, you're really sorry. Me, big brain, you small. You small little jerk. Ik wou nog iets doen voordat we gingen stoppen, maar wat is dat? Wat was dat? No idea. No idea anymore. Me neither. Dit is even goed bezig hier. Ik weet nog... Ik heb hout nodig. I'm on it. Ach, hier is ook al hout ver weg. Behalve deze rij hier achter ons, gelukkig. Je hart beat, beat. Heeft iemand iron gehaald wat ik doe? Ik heb nog niet. Nee. Waarschijnlijk niemand, hè? Ik heb nog 300 voor je achter je mee. Okay, iemand houdt hout. Is er ergens iron in de buurt? Please. Er is lead. I don't need lead, I need iron. Hey, exactly. Yeah, I know. I know, I know, I know. You see, even she's ungrateful. But what do I have on lead if I need iron? I don't know. Hold on. It can be your motto. It can be your lady. Why every time if I don't need iron, I find it? If I need it, I just can't find any. Wait, Alex does not even have an intro. What do you mean? Hello, snow content friends! How's Shut your it going? Fucking ass. You know that my channel is a funny moment channel, right? There's no need for an intro. Or Welcome bullshit, to easy to funny make videos moments. Like that. You want to fight me, Fight me, bro.
I'ma fight you here and now, bruh. Don't fight me, bruh. Come on, bring it up, bruh. Bring it, bruh. Bring it up, bruh. No, just leave it. I will do it. How much wood do you need, actually? Just a little, yeah, just wood. Here, yes. You have some wood. I can hear your heart bleep bleep. Who put the tuna in the ammo chest? Waarom zijn al die dingen teksten weg? Because we destroyed it. Oh. En ik heb ook geen cement meer. Shit. I need to like maybe... I have some stone for you. I have no idea if you need that, but... I hear your heart bleep bleep at the beat of the drum. Oh my god, it's so close to night. Needed to make from this. I am taking some medicine with me for the horde. This is gonna be fun. My god, this is not good. This is gonna be fun. We are gonna enjoy ourselves. Shit, ik heb niet op tijd alles gedaan. Dit wordt nog niet genoeg. Oh, what are you talking about? I need cement. Cement. Hoe maak je cement dan? Ja, in die dingen wat ik gebruik. In de forges. Even kijken. No cement hier, no cement daar. Not there. Did we not have a lot of purified water? We have like 8. Where is that? In the chest by Flora. What is dit? Dit is nog gelokt. Ga open. I can hear your heart bleep bleep. Nothing there to use. Pretty sad me. Let's see. This bit of this, this. I cannot. I think somebody already grabbed it. Well. The purified water, because I only have one. Het is bij die fucking cathedral. Oh! Just make whatever we can make. Don't curse when you're recording, man. Forged iron we need, but I'm guarding none of this shit. Nothing here. Ik heb 641 iron, is dat goed? Rust, go in it, go bam. Stone, I need actually more stone. Be busy. Please. I just do this, bam. Get me this. Cement, bam. I can hear your heart beat beat. Oh my god, it's so close to night. Yeah, and I'm not happy about it.
Why not? You said that the base is done. Yeah, but it could be better. But I don't have enough things. I need some places to make something. Some stronger thingies. And we need actually more iron. I'm working on it slowly. I will work the rest out. We cannot make any more of this. Someone take the water and the food from the boat of the campfires. Okay, so how many iron do we have here? Just craft that out of there, craft this out of here. Let's see. It's 8 iron. Here's a bit of cement. Let's see, my drought can craft, please. That's just 3 stacks cement. Stigma can make. There's a lump of iron. No, that's a lump of coal. Okay. I have need for forged iron. Hey, lads. Ik neem 1 eye candy voor een dinges. Ik neem die voedsel mee. Ik heb die voedsel dan nog bij me. Die. En even kijken. Mega crush will be fine. Ik heb wat smeren voor de trader bedoeld. Parlez pour de Français? Oké. I found iron clump. Dat is de semantiek. Perfect. Een beetje kobbel nog voor repairs, dat is goed. Ja, ik wil nog meer iron hatches inzetten, maar ik heb nog niet zo. Ik ben nog iron aan het hakken. Ja, ik weet dat je dat nog aan het doen bent. Of ja, ik hoor het nu. Of... Dit is nog bezig hier voor steen. That's good, craft it. Dus dat is een 90 iron. Thirsty. Even kijken. Repair kit's always handig voor de board. Repair, please. Ik heb niet eens zoveel ammo. Dat is veel minder. Ik heb maar 136. Ja, maar we zijn met z'n drieën. Ja, ik weet. Ik ga ik gewoon. Ik heb 300. En 47 ammo voor mijn submachine gun. Zo. Even kijken, wat zit waar? Hier heb ik nog wat cement, laat die beetje nog ook wat draaien. Hier om 20 uur wil ik graag weg van hier. Oeh, is het forged iron? Ja, is hier nog een beetje forged iron? En wat meer steen, dat is goed. Dat is goed, goed. Zo. We gaan nog bezig zijn. Nog 45 erbij. Het zijn nog een paar minuten. Nog 66 concrete. Oké. Kijken. Waarom ben jij aan het branden? Geen idee. Ga uit. Oké, ik denk dat dit voor even genoeg wordt. Hoop ik. Kom ik met dit? Misschien heb ik met dit genoeg om in de 200 te zitten. Oké.
Dan zit hier ook nog wat in. Ja, oké, dat wordt wel genoeg. Out. Dan is dat alles. The storm is starting. Ja, kom maar aan. I found an ore of iron. Do you have an iron pickaxe with you? No. Oh. That's all I needed. Thank you very much. We zijn nog heel even bezig, dat was nog een minuut sowieso. Toch? Minuut 30, 35. Oké, ik ben weg hier om tijd, gelukkig. Is dit? Yes, ik heb denk ik genoeg concrete op dit moment. Gelukkig is de beest niet ver weg. Zijn jullie al bij de beest? Nope. Ik ga aan het hakken voor iron. Doe je niet forged iron of normal iron? Voor allebei eigenlijk. Maar forged iron heb ik al 32 van, dat gaat niet veel helpen. Maar ik kan wel misschien een bepaalde stukje wat hoog beter houden. En het meest belangrijke is nu normale iron. Ik ben daarvoor aan het hakken. En iedereen moet een ding iron bezig hebben, denk ik. Of jullie moeten mij die altijd gaan roepen en hopen dat ik... Could you better come and help me, I'm stuck in a hole. What do you mean? Come to me and check for yourself. Ik ben heel even nog... I don't have wood to save myself, if you know that. Waar ben jij? In a hole! Nee, ik zit op de map te kijken waar je bent. Hij is dichterbij bij mij. Handig. In a hole. Zonder hout. Mister. I gave my wood to you. Ja, maar dan moet je nieuw hakken. Limbo. Always. Ja. Paar steen. Dag. Were you at a different church? Kom op. Kom. Ja, voorlopig heb ik ook steen. Even kijken. Bam. What is this? There's a lot of iron down here, I swear. But could you throw me luckily, some wood? Luckily I have a level 6 shovel. Don't you guys have wood on you or something? Where are you guys? Nee, voor op deze manier krijg ik toch ook klei. De mijne, ja. What the fuck? Hebben jullie ook healing bij of zo? Ja. Painkillers en antibiotics. Okay. What the fuck are you guys doing here? I am stuck in this hole! Here, have some primes. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt. 3, 2, 1 en alsjeblieft. Thank you.
Het is ongeveer al wel een beetje tijd om richting de base te gaan om de alles ja, te zetten. Ja, ik zie het. Ja, ja, ja. Vlak om hier. Wat zeg je? Hey, and you will also be totally happy with me. Yeah. All right. Let's okay, go to the base. It's 8. It's 8. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I would be really happy if we can be there. Your heart beat, beat. I am scared. Why? I'm scared. Why? The sky is red. Oh my god, that's scary. Ze zijn opeens op de bomen gegaan. Lol. That scared the shit out of me. Ik ga even iedereen kijken om een plaats te kunnen geven, want zo heb ik het ingedeeld, deze beest. I hear your heart. That's not a good idea, Dylan, because there's no way out of there. That was your sister, not me. Oh, she mined it through already, okay, I didn't even notice that. Alright. Fix. Come on, you have not died. I am not that stupid, my dude. Fix it. I know you think I am, but I'm not. Fix. De belangrijke blok op fix, kom op. Oké, how do we come to our spot? Ja, gewoon via deze route. Ja, dit moest ik eigenlijk nog doen, want dit gaat nog niet op tijd drogen. Maar, hey. Wat doe ik eraan? Nu niks meer. Moet het ook nog drogen? Ja, ze moeten nog drogen. Ik hoop niet dat we slim gaan zijn en alles gaan slopen hier. Ik hoop het echt. Alright, one more minute. No, one more hour. Dylan, I don't know if you noticed, but like every second is like 1 hour. And 1 minute in the game. Kom op. Kom, schiet op. Als je klein wil, is nog wat in de chest buiten. Oh yeah, great. Let's lock your sister up there. This looks all good. Go up, you all. How are we gonna shoot? Oh. Oh, that is so... yeah. How are we supposed to fight them, actually? So what I understand is you go up here and you pretty much shoot them from down from up here. Or you go here and you shoot... No, don't go down there, that's that trap. I'm so hateful to be down here, I so hate it. You're down there, not us. Yeah, we do it for the rest of the work. Als het goed is, moet het ophouden deze avond, want dat is maar de hoort 1. Als dit hem niet volhoudt, moet ik een hele nieuwe structure gaan doen. Oké, okay. Concrete is op. Ik kom hier even naar binnen, dankjewel. Healen. Don't move them! Oké, deze bars wil ik graag ophouden, zo probeer ze... Sterk te houden, please. Ik kan ze niet verder upgraden omdat ik heb geen meer shit. It's almost about to okay, start. Oké, so, wie heeft de meeste ammo hier? Die gaat hier staan, die gaat hier doorheen schieten, daar naartoe. I have a lot of.
Alex, ik vertrouw jou denk ik Hero. Kan jij hier op ze ook, ook een beetje schieten? Ik vertrouw jou denk ik. Ja, en als je merkt dat het daar fout gaat, roep me en probeer ik. Heb je een beetje iron bij je? Nope. Oké, neem dit beetje iron. En als je. Een beetje, dat is 600. Keer, maakt niet uit. Je checkt die hele tijd met je axe ondertussen dat je bezig bent hier hoe ver deze hedge is. Merk je als het kapot gaat, moet je zeggen, want dan moeten we gaan vluchten via die kant. En daar ben ik dan niet blij mee, want dat, ik heb nog geen beveiliging daar kunnen zeggen. Dat is precies hetzelfde deel, ik blijf hier bij jou. Prima. Here we go. No, I'm afraid. Ze komen vanaf hier, hè, so. Ik hoop dat ze vanaf hier komen, tenminste. Kom op, I already zombies. Hear them destroyed somewhere else. Kom, please, hierheen. Dit base moet werken, ik heb het via video gezien. Kom hier. Hier. Het klinkt alsof ze ergens anders beter zijn, maar oké. Hier. Ze zijn hier. Oké, cool. Een beetje faal, dus ik heb ergens iets verkeerds geplaatst. Don't run at them. Laat ze komen. Ze komen toch hier lekker naar binnen. In en dan schieten we op ze gelijk. Ja, daar beneden al. Daar beneden. Onder wait, we have stairs here. Did you forget that? What do you mean? Well, come and check here. Don't say I forgot this whole place. Okay. Maakt niet uit. Ga weg naar de plek. Ga weg. Ze komen that... waarschijnlijk hierheen. I think that's why they are coming there. Blijf binnen. Ik heb geen concrete meer, shit. Ik haat bezig als ik niet genoeg tijd heb of spullen. Well. Oh, smak dan. Kom op, ga de andere kant op. Zal ik anders even naar beneden gaan en ze vanaf de andere kant doden? Even flanken? Nee, dat kan gevaarlijk zijn. Dat kan je eigen dood zijn. Ik heb painkillers, medkits, splints, steroids, vitamine. Steroids are only for to make your to make it easier to have a full. Come on, zombies! Hiervoor moet je altijd genoeg spullen bij hebben. Ik heb geen concrete meer. Well, they are still coming from that way. I know. I'm trying to lead them back. That's what I'm saying, like, should I go underneath there and be like, yeah. Je kan terugkomen en alles weer achter je dicht doen in principe. Maar ik probeer ze nog terug te jagen met hier muren zetten. En werkt hoe meer hitpoints... Hier dan? Ja, hoe meer hitpoints, hoe eerder ze naar een andere plek gaan. Ik ben zo slow met deze woedend axe. Dat ze niet op tijd weg gaan draaien, ben ik bang. Bro, you wanna do a bro action? Wat is? Go and run and attack them and come back up here. Where do I go for that? Ik heb een mega crush, ik kan dat wel gaan doen. Ik wil eerst deze kant safe hebben, that's all. Oké, de bitch. Komen ze die kant op? Oh, jullie zijn daar. Behind you! Jullie moeten hier naartoe komen terug en niet daar blijven. Nee, ze zitten hier aan de muur vast. Aan de muur vast. They are dead.
Oké, de rest komt van buiten. Kom naar binnen. Nee, je kunt niet omhoog klimmen, Dylan. Hè? Ze zitten hier op de trappen. There we go, now they're coming. Go, go, go. Go, go. Go, go. Get in here, Dylan, get in here. Where's Flora? Get in here. I got you covered, get in here. Did we? Ik zie ze. Oké, ze komen via deze muur hier. Beneden. Okay, let them come. Kom naar boven. Alex, fast. Alex, hierheen. Even kijken. Okay, they are coming. Oké, Alex, ik ga eerst naar jouw safe place maken hier. Heel erg snel. Jullie kunnen het wel, denk ik. He's attacking there. Breken ze daar doorheen, gelijk hier doorheen en naar ons toe, ja? Now we're doing fine. They're quite slowly coming in. Ja, nee, maar daarom zag ik wat. Als het toch fout gaat bij jouw kant, kan je inmiddels gelijk terug naar onze kant. Tenminste. Ik ben hier aan het kijken. Hier zijn ze slim aan het doen. Dog! Niet super belangrijk. Hier gaat ook oké. Die heb ik afgesloten. Oké. De base is nu kind of oké. Hey Matty. Ik weet je wel, daar naar binnen was onnodig. Coming up. Waar zijn de hondjes? Dood. En dan nog eentje. Bye, nurse. Did we do it? Nee, je hoort ze nog. But the music stopped. Van, ja, de muziek, omdat ze niet jou in zicht hebben. Hier bij mij is de muziek. Zal ik eens even weer buiten kijken? If you want. Let me eat real fast and I go. Want dit is de escape plek hier, als jullie het al door hadden trouwens. Hier naar buiten. De volgende kant op. Oh, ik zie ze van zijn! Dombo's. Waar dan? Ja, ze zitten vast in de stomme park ding waar Alex zei van niet ingaan, want je gaat vastkomen. Laat me naar binnen! Oh! Ze zitten vast daar binnen. Dus ze komen er zo aan. Darren, hello!
Ze gaan, ik denk dat ze wel komen. En nu zie ik wat fouten zijn aan de base. Dat is goed om te weten. Ja, maar ik heb het al je verteld wat een fout is. Ja, ik weet. Ik ga die plek daar helemaal... Oh, die just fell down. Kom, ik ga ze helpen. Ik vind het zielig voor ze. Ik heb een mega crunch op. Ik vind het zo zielig voor ze. Kom op. He's just killing them. Er komen een paar nieuwe. Ik ren nog even een rondje. Kom op. Zitten jullie hier achter? Oh, hi guys! Ja, op die trap. Ja, ik weet. I know. Nee, ik ben niet bij de trap. Ik ben bij het totaal andere huis. Oh. Hallo, daar zijn jullie. Hebben jullie hulp nodig? Kom. Kom. Oh, they are stuck here. Kom, 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 guys. Kom maar. Hallo. Laten we ze helpen. Oh. Ah! She's free. Guys, kom! Jullie missen de party, jullie drietjes. Was dat het? Het was echt het kleinste woord ever. Echt, hè? Ik ren nog een rondje. Misschien zie ik wat, maar... It was like super easy. Ik hoor like nada. Dit was te makkelijk. Voor drie man. Zelf ik en Dylan hadden er gehoord. Dit was echt nada. En wij helemaal panieken. Oh, we zijn niet goed voorbereid. Oh, oh. Nee, omdat we helemaal niet voorbereid waren. Waar de fuck zijn ze nu? Nergens. Hey, de mensen weet ik waar, wat ik allemaal kapot moet gaan maken voor deze domme zombies. Gezondheid. Hey, hebben jullie zin om mee te komen om een huis te kleren? Om het wat entertaining te maken? 2 kilometer hier vandaan. 2 kilometer? Ja. Kom, let's move. Should we not wait for your sister? I am coming. Ik probeer in de chest te gaan voor spullen weg te zetten. Maar er is hier weer eentje genaamd Jamin. Oh, zo, zo. Die is weg. Dat is weg. Die is weg. Die ook. Dit was een fucking teleurstelling. Nog geen ene loot bag of iets. Wanneer is de volgende Ordnight? De 14e. Of je bewerkt het, of je gaat in settings en je zet nog een Horde Night over een paar dagen of zo. Je kan ook Horde Night every day. Fuck. Then Alex is gonna scream. But yeah, then you are gonna be stressed as hell. Ik watch nu die ene persoon dat ik zei, die doet Horde Night every 3 dagen en hij houdt die base amper op. Oké, maar er is nog één extra ding met hem, hij heeft de XP boost omhoog gehaald.
Ja, ik vind wel dat we een beetje weinig XP krijgen. Dat kan je bijwerken in de settings hoe je de wereld aanmaakt. Ja, dat kan je nog steeds. Kunnen jullie niet op mij wachten? Want jullie weten als zombies nog wakker worden dat ze jou gewoon nog keihard afkomen rennen. Ik en bro zijn goed zampies. Ja, ik zie jullie daar lekker met z'n tweetjes. Gelukkig heb ik hem mega kruist. Zijn we bij je missie? Nee. Nog 1,8 kilometer. Tuurlijk. Gewoon zuiden lopen erin. Tering, dude. Ga maar. Nou ben ik nieuwsgierig hoe de 14e hoort gaat zijn. Deze wereld was het echt zwak. Deze eerste. Ja, daarom wil ik eigenlijk de tweede hoort doen. Ja, oh god, don't continue that way. Wat? Din Flora! I'm safe. Oh, lovely. I'm just being like, ooh, and us just being like, yeah, okay. I was just like, YOLO, I'm going. But you told me not to do that because I could break my leg. Yeah, that is ook zo. Maar als je gewoon rustig aan doet, dan is er gebeurt er niks. Goed. Eat him. Waar is hij? I hate you. I was doing it the old fashioned way and you were doing it. Nope. Ik heb de hoofd afgeblazen. Which way, my guy? South, I just told you. Bunny! I cannot see where your mission is. But I did tell you, it's directly south. Ik heb skill points eigenlijk, ik heb 4 skill points. I had like 1. Ik heb Lucky Looter omhoog gehaald. Even kijken, wat heb ik nog meer? Forge Dude. Machine Gunner, bam. Ik ga Bicycle even openen. En in Intellect nog eentje stoppen. Your heart beat, beat, da 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 da. Ah, dit is wel fijn. Kijk ons met z'n drieën gaan. Dat is zo van jou. 3 musketeers. Ik hoor het. Die leeft niet meer. Yeah, why would we use guns, huh? Guys, wait for me. Oh. God, here. Fuck you. I'm already far away from my mission, asshole. Mijn is nu 1 kilometer van hier vandaan. Ik loop soort van de goede kant. Of ja, eerst, nu niet meer. Mine is the way where we were. Sad. Oh my god, he's chasing the fucking chicken. Ja, ik heb de chicken geraakt. I'm a chicken sniper. Voor mij. Fuck is dit? 1 more kilometer. Waarom nemen jullie zo verre missies? Hij deed een verre missie, die van mij was waar we waren. Mijn is nu 1,1 kilometer van ons vandaan. I see a chicken. Oh, mijn game lagt weer. Chicken. Kijken. Wat
Tenminste heb ik al 44 stamina, 144. Ai, ik heb 113. Me too. Waar is Dylan helemaal naartoe? I was following a chicken, but I was like, meh. Ik heb een rustig drinken. And you successfully deviated 100 meters. Good job, man. Fuck you. Ass cunt. I am helping you for your mission, you ungrateful. It's not like I need you to come with me. I swear to God, I will turn my ass around. Come on, just be happy. We just like survived the whole horde. One that was trash. Doesn't matter. Oh my god, I have a headache. Dan was die van de mod het moeilijker. Natuurlijk is dat moeilijk, want daar komen gelijk radiator en al. Als je nou met één wereld blijft spelen de hele tijd, heb je die moeite uiteindelijk later ook. Alleen eerst kan je rustig jezelf opbouwen vanaf 0 tot weet ik wel naar waar. Zie iemand die altijd dieren killen waardoor ik XP krijg. Nou, I was killing zombies. Of zombies. One-shotting them. Is dit wel wat gespawnd? Dat kan je zien op je map. Nee. Dat was helemaal naar het oosten toe. Ik ben hier nog niet geweest, zo. I'm lagging because I'm loading no terrain. How far are we from your mission? Crouch and don't do your map damage. But you should know that, right? Yeah, maar daar heb ik geen zin in. Okay, these houses look a lot better than our place. I'm just gonna say it out loud. I don't care. Fuck you. Our place does look... Okay, look at this! Look at this! Yeah, the villa bedoel je zeker. Do we wanna loot it? No. We have another place to loot. Toilets and go. Going or no? I actually want to find a shotgun messiah, please. After? Oh, hello. Is there none close by? I will back up. Alex, hoe ver nog? 100 meter. I think it's a red house over there. Is dat a farmhouse? Looks like it. Yep. Is it? Yay, that's fun! We can kill some boars. Wait before you activate it. Just literally wait. No, we can get extra food of that. No. That was slow. Okay.
We could get more, but yeah. Doesn't matter. Ik kom meer voor deze dingen. Dude, she's just not into you. Motherfucking snake. Oh, Jesus Christ. Done, it's clear. Is it? Yep. Oh, of course it's Dylan looting your place. Is he really? Yes, he... About to leave the fucking party and kill him. Dylan, that was Alex's loot. Aww. Yeah, he can have it, it's not that special. Doesn't matter. Nou ja, dan pak ik dit. Bitch, I shot you once, not in the head. Alles gaat disappear. Oh my god. You deserve that. Hij moet nu zo ver komen lopen. He deserves it. 100%. Aha, okay. Die, please. Oh my god. And the other way this quake going. Het is zo'n easy POI dat je dit gewoon makkelijk twee keer achter elkaar kon doen in een paar minuten. All I'm saying, Dylan, is you can be mad, but you had it coming. You. Het meer ding is dat hij nu een hele 2 kilometer weer moet komen lopen. Oh, fucking bitch.
Yeah, go down. Here, have this stupid damn beast. He doesn't know he also needs to protect it, right? Because if a zombie destroys it, my shit is gone. Still there. I'm looking at it. Okay. And how is the zombie supposed to get up here? By the ladders. There is no ladder up here. You destroyed it. Oh, wow. Oh wait, there is a ladder on this side. But anyway, there is no zombie here. Yeah, but a farmer, the epic guild. Hey, there he is. What? You can't get up here. There you go. What are you shooting at? Zombie. And I have a skill point. Yay.
Do we want a mini bike? Of course. Yeah, why not? I will just do it in that one. Then I can go look if we can, how much mini bike we can make. How many? And I will take car support. So I would see if I can get more. Yes, I get the battery of this freaking car. Yes. Oh, you guys left me, or one of you now is still nearby. Let me see, can I get another one of this? Let's see, can I get a battery? Can I get a battery? No. Come on. Yes! I get the engine and a battery. Yes. That's so good. Let's see, what can I drop down? A level fear, oh no. Wow. I don't need this. I don't need that. I don't need that. Why just find a strip club? Dat is mogelijk. Where it is I can. Just where that's. Gunpowder, ja, een beetje sad, maar ik gooi het maar weg. Booby trap, hell yeah! Wat zeg je? Oh, that's a lot of zombies. Nope, niet van die. De bier. Oké, als het goed is, als ik alles heb, kan ik 3 minibikes maken als ik genoeg spullen ervoor heb. Denk ik. Mini. Want deze stuff heb ik. 3 keer als het goed is, echt wel. Voor de chest, hier moet ik even duct tape kijken. Ik denk dat ik die ook wel kan hebben. Die heb ik geen, hier heb ik Rage Forge Island nodig, dat is niet het grote probleem. Wielen. Ja, wielen. Moet ik even checken. Oh, die kan ik misschien. Ligt eraan hoeveel kool we thuis hebben. En anders weet ik wel een plek waar ik naartoe kan, denk ik. Yes, this is cool. Okay, I think I can make everything that we need. Or
Ik heb kool gevonden. Ooh. Level 4 blunderbust. That's great. Rep gloves. Ooh, level 6 bow. Rot Club, I can see it. Bye bye, ik ga dat nu niet doen. I feel glorious, glorious. Oeh, oeh, oeh. Ben je nog aan het recorden, Alex? Yep. Okay. Ja. Wow. That was pretty cool. It's so fucking hot. This knees were so warm. And still I'm sweating like crazy. Hmm. Throw acid in my eyes. Zal ik naar mijn missie gaan? Nou, ik ben al met een full inventory. What the fuck is een mega crush? Mega crush, als je die op gaat drinken, kan je super snel gaan rennen. Is handig voor de Horde Knights, if I say it honestly. Je krijgt extra boots, je kan snel rennen. Alright. Je kan zelf een zombie. Je kan zelf een zombie die sneller rent, zeg maar, als in een Horde inhalen.
Tantic took Leech's copyright? Most likely, yes. And if someone makes it himself? I don't know. You can't. I mean, like, if they make their own sound, like, dude, she's just not into you. I don't think that's a copyrighted something. Why are you asking me this? I have no idea. He was a sing. No, I have already said it a couple times in his video, I think. Shikorn. Die, motherfucker! It was a child-friendly place, you know. Oh yeah, shit, I forgot that Alex wants to be child-friendly. Nah. No, you're not gonna do that anymore? Only if I can take it seriously, but honestly, what's going on right now, I don't think I will be taking YouTube seriously, because I don't think I keep my PC for that long. Oh, if you would come and live with me, you could become a full YouTuber. I'm still planning on doing it, but I just don't have the balls to do it. Why not? Because I'm a nervous person. I always shut down, I don't know what to say, even though Alex says some of my commentary are funny as fuck. Some of them they are. I don't even know why, I'm just being serious and say something. You know what I would be interested in to record? Mom. An Assassin's Creed franchise. That I'm gonna play all the Assassin's Creeds on laptop. Is that difficult? I mean, it's a Ubisoft game, so it won't be that hard to look at. That their trailers would look much better. I don't know what you mean. Never mind then. No, say it. You know, it's a Ubisoft game, so the trailer always looks better than the finished product. True. But if I would record it, is it then copyright? What? The intro of the game, I don't know. I'm pretty sure not. Okay. I think Ubisoft would more. You can also find out the hard way, like I did with GTA and Need for Speed. Why? The music in it. Yeah. Yeah, I don't think Assassin's Creed has copyrighted music. I wanna do it, but the only thing that misses is Assassin's Creed Ezio. Like Assassin's Creed. Yeah, it's. You mean I can. Ik zou video's kunnen opnemen omdat ik altijd praat onder gamen, zo tegen mezelf. Zo, ik ben altijd zo van, ik praat al tegen de game zelf. Yeah, but. Well, I just. Yeah, but honestly, like, that gets tiring to listen to after a while. Yep. Yeah. Sometimes quiet videos are also nice, but most people rather want someone that talks.
That's why live streaming is one of the best things ever. As long as you get at least one viewer. But yeah, they also need to like your voice because they can also throw hate on your voice. Like some YouTubers have such an annoying voice, like Alex finds with Sunday. It's not that his voice is annoying, because I definitely liked him at some point, but... It's just the things he says or does. No, it's just the way that he says things. It's, I don't know. I just don't like his content anymore. I don't know. Really. I'm being eaten! No, that's fine, but I don't know. I just don't enjoy his content as much as I do the guys I watch nowadays. Secure foot. Why you dark water, huh? Eh? Why you dark water? Honestly, in the beginning I loved Jacksepticeye's intro, but now his intro is so boring. Oh, hi Joe. I just love the... And now it's gone. It's like, top of the morning, laddies. And I'm like, bruh. And he's not playing fun games anymore. He's now more turning into a... how is it called? Talk about my life channel? Vlogger. Huh? Vlogger. Yeah, I don't know how to say how his channel is now. Everyone in their career has to change. I know this other YouTuber called Syndicate who started by doing Call of Duty, then he did zombies games, and now he does vlogs. Sandy! Well, Markiplier is still funny. Yes, but... Who knows, maybe he will start vlogging too soon. Honestly, I think I don't think PewDiePie is dead. I think his channel is dead. Why? I don't watch him, so explain. PewDiePie, you watched him, right? For like a month when he did Amnesia, yes, but after that I stopped again. Yeah, I think his channel's dying because he's not posting a lot anymore. There's meme watch. Can I make it to the trader before he closes? No. 50 years. Come on. Honestly, Des Games, his channel, I'm starting to like more because he only plays horror games. And I fucking love his reactions on horror games. How are you? It's just so funny. Oh my god, 20 Molotov cocktails. Do I take it or do I go for insulated liner and mold? What zeg je? Insulated liner mold of Molotov cocktail 20 maal. Still better. Cocktail. Let's see, I'm curious, what did Jacksepticeye's channel turn into? I've got just the task for you.
great. I look forward to seeing you again. Yeah, he still plays games. Mm-hmm. But it's also about the Ryan Reynolds guy. Ik ben de spullen die ik deze keer heeft. Ik heb trouwens meer dan 5.000 coins. Moet ik iets kopen? If it's something good, yes. Nou ja, ik zie hier een paar spullen dat ik denk zo van... Yes, bitch. Maar aan de ene kant ook denk ik van... Ik heb de coins er niet voor, want ik heb er maar 1500. Wat wil je dan kopen? Because I don't know what to get. Coins, let me see. Yay. Was ik net geroepen? Ik hoorde niks. Ik kan ammo kopen. Een 9mm. Die twee hebben jullie toch nodig? Ja, maar dat kan ik zelf toch ook kopen. Wat zeg je? Ik kan zelf ook wel kopen, denk ik. Hm. Ik heb nog steeds bijna 3000 coins. The only thing I found annoying about Sunday, about every 2 weeks, he takes a break for a month, and then I'm thinking again, like, he comes back, and then two weeks later again, like, gotta take a break, guys, it's personal, and blah, blah, and I'm thinking, ooh, like... Oh, antibiotics recipe. Of course, give me that shit. Much okay, bye. Stranger. Bro, waar ben jij? Wil jij je money terug? Oh, my apologies. And that since his wife left him, he's all of a sudden Chris. All of a sudden he believes in Jesus. Yeah. He almost wanted to turn his channel into a Chris. He almost one time he said in a video, maybe I'm gonna read you in the Bible once in a while. I was like, oh hell no, I'm not gonna listen to that. Let me see, even kijken. Minibike, handles, Jesse. En die zelf ook, en dan Wheels. Favorite. En die fucking Mr. Crane heeft nog steeds zo'n lichte voice. Niet meer. Misschien maak ik nog eentje van die later. Die mag even weg, die mag even weg. Zo, favorite. Branch, bla bla bla. Die mag ook even ervan op. Lopig. Okay. I just love how me and Alex actually were supposed to play Alien Isolation. Wanneer? A long time ago. Before you went to your grandma's funeral. Oh. He still has not played the game, so he still doesn't know the game. And I still want to know his reaction so bad when he gets stabbed in the back by an alien. Popsy boo boo. Virgo. My dear, I love you. Mm-hmm. I don't know if he's still recording. Yes, I am. Great. Much obliged, stranger. Ik haat dat die dozen nu kapot zijn gemaakt en dat ik ze niet meer op kan schrijven. It's not that I don't want to record, but I hate to do it on my own because I always get nervous. Yeah. I really want to record, but yeah. Let me see what I all need per thing. Because I actually need to
make a Fallout video again. I still have like a part one. I was like kind of stalling it. So, Alex, if all this shit is done, any games that you have in mind? Huh? I need springs and those parts too. This and this can come to my inventory. Every single fucking one. And let's go see what I can go find for it. Alright, let's go see here. I don't think we are really going to find something here. Ooh, the heatness of this laptop is not burning me belly. Look at this. I'm sure we can make enough these. Now I'm sure of it. I feel glorious, glorious. Even meat. There's nothing in there. Oh, what the? I hear zombies. A screamer! Kill it! Kill it! Or was it the spider monkey? I don't know. I don't know. They were trying to get revenge because they didn't kill us with the Horde Knight. And that is why I want to put down the traps. Babe, do you still have some iron left, by the way, indeed? Sorry, ik ben alles voor de minibike aan het gebruiken. Voor de 3 minibikes. I am so sorry. We need oil. Shit, I didn't grab the oil. 1, 2. Let's go see. Tinklefit, that would also be a funny name. What? Chewbacca content. En even alles aan het klaarzetten die ik nodig ga hebben. En daarna kan ik kijken wat ik allemaal nog nodig ga hebben. You wanna go out of the chest, woman? No, because I'm busy in it. Do you want the mini bike or not? Yes, I do, but I want to repair my gun. Maar hier zit. Hier, alsjeblieft, neem ze. Jeez, calm down. Even kijken hoor. I need to go make another round. To find the oil that we found. I'm pretty sure can you give it to me? No. Don't give it to her, my son. Don't no minibike for you.
Where's your tray? Alex! Yeah. Ik ben er al langs. Cool. Waarom zijn alle chesten leeg? Move my body. Who's in weapon parts? Ik niet. It was this kind, sir. I, by the way, have some sand. Zet het maar in een van de chesten van u. Komt nog voor de hoornheid weer goed. De clay? Clay kan actually in deze fort. Dan moet je er wel uit gaan. Ja, sorry, ik maak er plekken voor. Jesus. I am going to grab and make some forged iron again. Want dat ga ik een heleboel nodig hebben. Even kijken, zo. Zo. Even kijken. I need auto's. Auto's, waar zijn jullie? I need auto's. Hier zijn. Daar zijn some springs. That's good. And more min. Parts. Ik ga even langs de road. Yeah, I know. Trader Joe is going to close soon. Why do we have Molotovs in Trader? Geen idee, ik heb het daar niet gezet. Ja, het zijn toch wapens en shit vooral. Trader is meer om dingen te verkopen, zeg maar. Die je wilt verkopen. Oh. In Trader. Oh my god, Alex is a psycho. Wat is er? Shoot me in the face. Come on. You can do it. Shoot me. Shoot me. Why do you want to be shooting in the face? I have no idea. Weirdo. Shoot me, daddy! Shoot me! I need the cars. Where are the cars when I need them? Now I'm outside in the night. Yuppie. But I need now. Oh, I see there a car, I think. A full one, I hope. Yes, it is a full one. Yes. Ow! He did shoot me, the ass! Don't shoot each other! I will be happy if you can give me immediately what I need. Please. Please. Alex, I swear to God. He's not going to give it to me. Nope. Alright, let's go to the next one. You missed! On purpose. But will I miss now is the question. I will end your life right here, right now. Will I miss? You will.
Do you have any last words? I don't know, do you? Ah! Oh my god! Jullie zijn echt terg naar elkaar, weten jullie dat? Hey, well, this is he wants some funny content, here you have it. Can I not damage you anymore? No. Well, I am trying to do your good things. Are you guys killing each other? Yep. Then the cap bandages come. Don't use bandages if you guys are going to kill each other. We are not, we are stopping. Alright, alright. Where? Oh wait, you have those things? Oh, wait, stupid. Ik heb 7,7mm shots gekocht. Het zijn AP shots. Wait, did someone learn how to make first aid kits? Or first aid bandages? I don't. I only use the antibiotics recipe. Great, otherwise we could have made bandages. I'm just walking around the streets like nothing is happening in this world. Yeah, you're actually crazy, bitch. Oh, it dropped. That's kind of good to have. And the new Sergobots. You puppy monyango! No zombie attacked me from now. But let me just shut my mouth before I'm gonna be run by a horde. Because I'm going into the city for cars. Curse yourself! And bedankt. I'm trying to get an engine. And some more oil from the cars. I have not really super veel geluk gehad. Wait, I think we already do have 3 engines. No, 2. I needed to use them, of course, for the mixer and the work things. No. No. Wow. You didn't do that, huh? Yes, I did. I swear to God. But you can get them from cars. I swear to God. Listen now. That I will tickle you. I'm just getting some cars apart and it's gonna be alright. Alleen ik heb een klein probleempje. Every little thing is gonna be alright. Of ik heb echt geluk aan de einde en ik krijg 1 engine. Of ik heb pech en ik moet helemaal naar huis voor mijn repair kit. What I was just singing was definitely copyrighted. Ik weet niet dat iemand zin heeft om achter me aan te komen met een repair kit. Nee. Nee, dacht ik al. Ik weet het, de eerste minibike wordt voor Alex. Why? You are so mean. Oh, fuck you then. Oh shit. I do not care anymore then. Come on, just give me 1 engine and I'm gone. Will this car give me an engine or not?
Please. Please. It's a battery, not an engine. Give me an engine. Bella, stop being so cute. Stop it. I need an engine, but my wrench is going to break. Stop it, Dagu. Stop being so cute. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Hi. Bella. Ugh. Come to daddy. Ugh, come on, just give me one engine, please. I only need one. How do you know? Let's move this car. I am Chieftain Buttocks. Papoey? Banana! Oh. Please. I'm really not having luck here. When are you lucky? Never. Sing never ever. Here are autos again. My dog is so cute, she is laying on the floor. She's like a cute little baby with heterotropiototis. I need a repair kit. You're not that far from home, right? These are so full autos. Oh, try. Put it on your map. No, I seem to spot a cunt. Good day. Alex, stop being so quiet. Nobody can handle it. Let me go home. I'm kind of tired. I'm thinking of like going home, loving off, doing Genshin, then going to bed. Okay, my son. I don't want to stop now. Thank you. Bye, bro. Bye.